volgende opdracht hebben we een paar spullen nodig. Drie makkelijk te verstoppen voorwerpen. Ik heb even een shirtje, een lintje en een hesje gepakt. En de juf of de meester die heeft een stopwatch nodig. Wat gaan we namelijk doen? We gaan namelijk verstoppertje spelen in een wedstrijdje eigenlijk. Dus zometeen ga ik met twee vriendjes of vriendinnetjes de voorwerp verstoppen. Ik doe het nu even alleen, want we zijn met z'n tweetjes. En Jerry is samen met de rest van de klas, doet zijn en haar ogen dicht en telt hardop tot 20. In die 20 seconden moeten wij dus de voorwerpen verstoppen en dan weer gauw in de kring komen zitten. Op het moment dat de 20 seconden afgelopen zijn, start de juf of de meester de stopwatch en moeten de drie voorwerpen gevonden worden. Het drietal wat het langste eigenlijk de spullen verstopt weet te houden, die heeft gewonnen. Dus Jerry, ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Tel jij tot 20? Ik ga tellen tot 20. Oké, komt ie aan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Op dit moment moeten alle kinderen de voorwerpen gaan zoeken en de timer loopt. Ja, ik heb één voorwerp gevonden. Eentje gevonden, maar we moeten alle drie. Hier staat misschien nog iets. Nee. Waar is de rest? Waar is de rest? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Hier in de kast misschien? Nee, ook niet. Oh. Ik weet het ook niet. Jij weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ja, voorwerp 2 gevonden. Nog één te gaan, jongens. Tempo. Want we willen de snelste tijd. Een lintje. Ik ga het niet vinden. Waar is die dan? Ga je staan, Colin. Ja, zie je wel. Ja, sorry, hij had hem gewoon onder zich gestopt. En de tijd is gestopt. Juist. Het drietal wat langste spullen weten verstoppen, heeft gewonnen. Tot ziens.